Zijn jouw beugels te lang? Hallo allemaal! Welkom bij weer een nieuwe theorievlog. De vorige keer hebben we het gehad over je bekken en hoe je met je zitjepaard heel makkelijk recht kunt richten. Als je deze video hebt gemist, klik dan hier. Deze video gaan we een begin maken met de beenligging. We beginnen met het bespreken van de anatomie van de benen bij het rijden. En ik laat je zien hoe je snel van je wiebelbenen af kunt komen met de juiste beugellengte. Daar krijg je natuurlijk ook nog een handige truc voor aan het einde van deze video. Veel kijkplezier! Problemen met de beenligging zijn misschien wel de meest gehoorde klacht bij het paardrijden. Sommige problemen vinden een oorzaak in de stand van het bekken en de heupen, zoals een stoelzit of een spreidzit. Maar de meeste ruiters hebben in meer of mindere mate last van wiebelende benen. Soms alleen in een bepaalde gang, maar vaak slingeren de benen in meerdere gangen alle kanten op. Dit is natuurlijk niet wenselijk, want de bewegende benen kunnen onbedoeld toch hulp geven en dit zorgt voor veel ruis in de communicatie. De hulpen die je eigenlijk zou willen geven, komen niet goed door en daardoor zal een tolerant paard afstompen en een heet paard van al die bijbewegingen juist drukker worden, om over rijden met sporen nog niet eens te spreken. Reden te meer om je benen dus stil te houden bij het rijden. Voordat we de problemen gaan oplossen, wil ik kort de anatomie van het been bespreken. Het is namelijk heel makkelijk om je benen stil te houden als je maar weet hoe en wat er aan je been kan bewegen en wat niet. We beginnen bovenaan, bij de heupen. Omdat het vast zit aan je bekken, zal je heup de grootste bewegingen van je paard op moeten vangen. Dit kan je heup makkelijk, omdat het een kogelgewricht is en alle kanten op kan slingeren. Naar voren, naar achteren, naar buiten, naar binnen, dat zijn de belangrijkste bewegingen die je heup bij het paardrijden maakt. Deze bewegingen komen in combinatie bij elke stap en elke gang terug. Een beetje lager zit je knie. Dat gewricht is wat simpeler en kan vrijwel alleen buigen en strekken. Er is een kleine beweging naar binnen en naar buiten mogelijk, maar dit is niet wenselijk in het paardrijden. Wanneer je knie tijdens het rijden te veel naar binnen en naar buiten beweegt, krijg je hier uiteindelijk last van. Dit voel je vaak aan de binnenzijde of de buitenzijde van de knie. En dit is een teken dat je je steunvlak niet goed gebruikt. Check deze video voor meer informatie. Omdat je knie zo simpel gewricht is, is het heel geschikt om de restbeweging op te vangen die niet met je heupen meekomt. Het wordt samen met je heup een grote veer die elke pas een beetje buigt en strekt. Sommige mensen hebben deze combinatie niet goed onder de knie en gaan daarom schuiven of rollen in het zadel. In het lichtrijden gebruik je de vering van je knie ook op die manier. Alleen maak je de beweging dan groter dan wanneer je gaat doorzitten. Soms helpt het lichtrijden om de veerbeweging aan te leren. En hier gaan we met een andere video wat dieper op in. Tussen je knieën en je heupen lopen een heleboel grote lange spieren die deze gewrichten aansturen. Sommige spieren hebben hierbij maar één taak, maar één gewricht en andere spieren doen meerdere dingen tegelijkertijd. Omdat je zoveel beweging in je heupen en in je knieën zit, is het van belang dat je deze spieren goed kunt coördineren en op het juiste tijdstip en met de juiste kracht kunt aanspannen. Ook vormen deze spieren, met name aan de binnenkant van je bovenbeen, een belangrijk deel van je steunvlak. Daarmee spelen ze dus ook een groot deel mee voor het vinden van je balans. Mannen hebben het over het algemeen wat makkelijker dan vrouwen, omdat ze wat vierkanter gebouwd zijn. Het steunvlak wat tegen het zadel ligt is bij vrouwen veel ronder en daardoor ook kleiner. Veel dames rollen om die reden met hun benen over het zadel bij elke pas, in plaats van te veren in de knie en in de heup. Dit zorgt voor wiebelbenen en tenen die te veel naar buiten wijzen. Je kan op die manier ook niet volledig mee in de beweging van je paard en je zal altijd wel achter de beweging aanzitten. Het helpt dan om de spieren handmatig vlak te leggen voor het rijden door je hamstrings aan de achterzijde wat naar buiten te trekken. Wanneer je van je instructeur je knieën aan moet knijpen, dan is dit meestal wat ze bedoelen. Het is dus niet knijpen, maar een rolbeweging vanuit je heup. Door met het vlakke deel van je been tegen het zadel te rusten, sluit je knieën automatisch aan. Je voeten en je enkels zijn de laatste schakel. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zitten deze gewrichten tijdens het rijden weinig beweging. De grootste bewegingen zijn al opgevangen door je knie en je heup. Je enkel en je voet bestaan uit een heleboel kleine gewrichtjes vlak boven elkaar. En kan dan ook in alle richtingen bewogen worden. Maar dit maakt het lichaamsdeel ook vrij kwetsbaar. De enkel is het enige gewricht bij het rijden wat in een eindpositie mag staan. Zo ver mogelijk gebogen. Hierdoor wordt je beenligging veel stabieler, omdat je een bewegingsschakel wegneemt op die manier.
En veel ruiters vinden dit erg moeilijk en blijven spanning maken in de voet en de kuiten. En hier gaan we een volgende keer met een video over voeten verder op in. Je kuitspieren en de spieren langs je schenen doen vrij weinig in het rijden. Je kuitspieren helpen met het buigen van je knie. En je scheenspieren zullen bij sommige hulpen, zoals een ophouding, wat ondersteuning bieden. Je enkel komt in eindstand te staan door de zwaartekracht die op je been werkt. Het komt dus voort uit ontspanning en niet van aanspanning van de spieren die je tenen optillen. Zoals je waarschijnlijk hebt gemerkt, ligt de focus op de grote spieren en de gewrichten rondom de knie en de heup bij het rijden. Omdat deze lichaamsdelen minder complex zijn, zijn ze ook minder blessuregevoelig. Wanneer je de mogelijkheid hebt om een houdingsprobleem op te lossen door het anders gebruik van deze spieren en gewrichten, dan heeft dat altijd de voorkeur. Na het dekken zijn de benen het volgende punt waarbij je aan je houding moet werken. Je benen vormen een belangrijk steunvlak en de juiste positie helpt bij je balans. Ik vertelde eerder al dat je op het vlakke deel van je been moest zitten. En dit gaat het makkelijkste wanneer je been op de juiste plaats in het zadel ligt. En dat is weer sterk afhankelijk van je beugellengte. Veel mensen rijden met veel te lange beugels. Ze willen graag een lang been bij een paard rijden en denken dat dit komt door een lange beugel. Helaas is het tegenovergestelde waar. Lange beugels zorgen voor korte benen, omdat ruiters op een verkeerde manier gaan rijken om de druk op de beugel te kunnen bewaren. De knie die strekt te veel en verliest de mogelijkheid om te veren. Er komt spanning in de voet en de kuiten, waardoor de enkel niet meer in de eindpositie staat en gaat wiebelen. Sommige ruiters trekken dan ook hun hakken op en verhogen daarmee hun zwaartepunt. Hierdoor verlies je makkelijk je balans en verstoor je het paard in de beweging. Die lange beugels hebben we dus liever niet. De ideale beugellengte is simpel om te zien. De bovenkant van je beugelblokje moet net onder de enkelknobbel vallen wanneer je ontspannen in het zadel zit en recht naar voren kijkt. Kijk je naar beneden, dan zal je been wat verplaatsen en je beugel te lang worden. Laat dus iemand even helpen om de juiste lengte te bepalen in het begin. Voor springen mogen de beugels wat korter. Wanneer je lang in het zadel zit, bijvoorbeeld bij endurance, begin je kort en maak je beugels na verloop van tijd wel wat langer. Merk je dat je last krijgt van de voorkant van je knie, dan zijn je beugels te kort. Je beugels moeten ook ieder dezelfde lengte hebben. Een meetlintje is geen overbodige luxe. De op- en afstappen rekken je beugels uit. En bovendien komen vandaag de dag de meeste beugelriemen niet meer uit dezelfde koe. En is het leer van verschillende kwaliteit. Dit kan grote gevolgen hebben voor de rekbaarheid en uiteindelijk voor je beugellengte. Meet dus regelmatig of je beugels nog gelijk zitten. Mensen geven vaak aan dat ze een beenlengteverschil hebben en dat de beugels daarom ongelijk zitten. Dat is niet juist en schadelijk voor je paard. Met scheve beugels belast je je zitbeenderen namelijk ook scheef. Je kunt je paard er onmogelijk recht richten. Pas wanneer je een beenlengteverschil hebt van minimaal 1 cm, vastgesteld door je huisarts, je fysiotherapeut of oefentherapeut, dan is het groot genoeg om een correctie noodzakelijk te maken. De juiste manier van corrigeren is niet in de beugelriem, maar in de schoen. En meestal gebeurt het met inlegzolen, steunzolen of bij hele grote verschillen met aangepast schoeisel. Door de aanpassing in de schoenen kunnen de beugels gewoon gelijk blijven. En deze aanpassingen heb je buiten het paardrijden om dan natuurlijk ook nodig. In deze video hebben we een begin gemaakt met het bespreken van je beenhouding. We hebben het gehad over de anatomie en de bewegingen van je benen bij het rijden en hoe je je beugellengte het beste kan bepalen. De volgende keer gaan we het hebben over de positie van je benen in het zadel en krijg je oefeningen om van de wiebelbenen af te komen. Subscribe om niks te missen, doe een blauwe duim omhoog als je de video leuk vond en laat je vragen achter in de comments. Tot de volgende keer en geniet van de rit!